Ja, president, inderdaad. Goedendag. President, er is een document uitgelegd waarin er verschillende scenario's worden aangegeven voor 20 december. Moet die samenleving zich zorgen maken, president? Laat me zeggen dat ik gisteren een spoedbijeenkomst had met ministers, vicepresidenten, alle veiligheidsdiensten. Om onder andere hierover ook te praten. Het is een ernstige zaak dat een origineel document, een officieel document, een vrij gevoelig document, naar buiten komt. En de minister van Justitie heeft opdracht gehad om dit grondig te onderzoeken. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, want volgens de minister hadden maar 3 personen dat document. Dat is 1, dat we het afkeuren, wat we betreuren. Dat het toch gelekt is en het wordt grondig onderzocht. Tweede is namelijk, natuurlijk als de samenleving deelgenoot geworden is van zo'n rapport, dan kan ik best begrijpen dat er hier wel vragen kan ontstaan van wat is er aan de hand, hoe staat het met de veiligheid en wat gaat er allemaal gebeuren. Het zijn allemaal begrijpelijke vragen, maar ik denk dat het een standaard procedure is, namelijk als één zo'n belangrijke zaak behandeld wordt. En dat is niet de eerste keer, laat mij dat benadrukken. Het is niet de eerste keer, maar bij alle andere keren is er ook een dreigingsanalyse gemaakt. En op basis van de dreigingsanalyse nemen de bevoegde autoriteiten de juiste maatregelen. Wat we gisteren gezegd hebben is 1, los van de zaak is het zo namelijk dat we elk jaar aan het eind van het jaar een verhoging hebben van veiligheidsmaatregelen, een verhoging hebben van politiezichtbaarheid. Er komt elk jaar een plan om de veiligheid te garanderen in de samenleving. Gewoon vanwege het feit dat Suriname gelukkig ook een vakantieland geworden is als het gaat om kerst en sluiting van het jaar. Er zijn veel mensen, duizenden mensen zijn in Suriname. Alleen dit jaar komen er wat extra activiteiten erbij. We moeten rekening houden namelijk dat het een rechtszaak is welke veel bekijks heeft, nationaal en internationaal. En dat we alles moeten doen, dat alles beveiligd is, dat alle instanties beveiligd zijn en dat de samenleving ook een veiligheidsgevoel heeft. En daarvoor wordt er dan een totaal veiligheidsplan opgesteld en de minister van Justitie en Politie heeft opdracht aan met die samenleving te communiceren. Leg de samenleving uit wat er gaat gebeuren. Laat de samenleving niet in het ongewisse gelaten worden. Dus dat is die opdracht. En hopelijk dat hij heel snel met zijn mensen persconferentie geeft voor alle maatregelen. Maar in het document, president, wordt er ook gewacht gemaakt van waar er allemaal en bij wie er allemaal mogelijk wapens zouden kunnen zijn. Wordt dat allemaal onderzocht? Ja, dus nogmaals, het is een analyse. Leg wel, het rapport is een analyse. Het rapport is geen operatieplan. Het is een dreigingsanalyse wat men maakt aan de hand van informatie. En het systeem is namelijk dat er een heel informatieverzameling plaatsvindt. Aan de hand van de informatieverzameling zijn er gespecialiseerde diensten die daarvan een analyserapport maken. Aan de hand van het analyserapport wordt er dan een derde stap ondernomen, namelijk operatieplannen. En mensen die operatieplannen maken, die moeten nagaan. Wat is reëel, wat is niet reëel? Aan de hand van scenario's moet je voorbereid zijn op alles. Al gaat er niks gebeuren, je moet gewoon voorbereid zijn op alles. En op basis daarvan moet je plannen schrijven. En nogmaals, als er dreigende zaken zijn die vastgesteld zijn, dan is het zeer logisch dat daar tegen ook opgetreden zal worden. En de kadermeeting van 16 december, dat ziet u gewoon als elke andere vergadering? Dat is een politieke bijeenkomst, georganiseerd door een politieke partij. Wij zijn een voorstander als regering van democratie, maar ook de vrijheid die politieke partijen moeten hebben om vergaderingen te organiseren. Dus wat dat betreft gaan we vanuit dat het een normale politieke vergadering is. Nee. Er is geen enkel. We hebben een vergadering gisteravond gehad. Er is totaal niet gesproken over lockdown, maar ik ga ook ervan uit, nogmaals, net zoals andere keren bij de behandeling van de rechtszaak, dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zullen worden. Misschien dat het nu een beetje meer zal zijn, maar het is totaal niet gesproken over lockdown. Wat er afgesproken is,
leger en politie en alle inlichtingenveiligheidsdiensten, die moeten bij elkaar komen. Een goed operatieplan maken. Zorg dat de samenleving zich veilig voelt. Zorg dat het land, de rechtsstaat Suriname, goed beveiligd is. En laat de samenleving ook goed geïnformeerd worden in welke maatregelen allemaal betrokken worden. Dat is de opdracht. De minister van Justitie, Politie en Defensie, Christen Gater. Mensen, jullie zo goed. Kom aan de mensen. Als ik jullie niet meer zie, fijne kerst.